Oh my god, no! Oké, pak de camera, pak de camera. Vet dat jullie allemaal kijken naar een splitsplinter nieuwe video. Vandaag een prank call. En het wordt natuurlijk hartstikke leuk. Ik ga even vragen aan Valerio of hij even het verhaal wil vertellen, want dat weet ik zelf niet. Dus we gaan beginnen. Ja. Vertel. Nou, we gaan Isis prank callen. En ik en Lucas hebben laatst, 2 jaar geleden zo, hebben we Isis de pas, de ING pas, hebben we geblokkeerd. Omdat zij 3 keer die verkeerde code meegaf. En we gaan dus nu doen alsof we van ING zijn. Dan gaan we zeggen dat haar bankrekening is verwijderd en dat al haar geld kwijt is. Nou mensen, we gaan nu Isis bellen. En, gaan prankallen. Dit is de vent die gaat prankallen. Ja. Ik doe het alsof we niet beginnen. Oké, hou hem vast. Hou hem vast. Goedenavond, met Valerio over rest van de ING Bank. Spreek ik met Isis. Isis Spruit. Ja? Ik heb in het systeem staat hier dat uw bankpas geblokkeerd is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Heeft u dat zelf gedaan of is die gestolen of kwijtgeraakt? Nee, die heb ik. Het was zeg maar zo, ik was in mijn voortuin en ik vond het zo lekker, maar ik moest zelf binnen. En toen heb ik 2 vrienden van mij naar de ding gestuurd, maar die hebben toen ongeveer dezelfde verkeerde code ingevoerd. Oké, dus dat is een ongeluk. Ja, dat is een ongeluk. Ja, want er is bij ons in het systeem wat fout gegaan. En ik zal het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen, maar het is zo dat er was een. De server was bij ons was kapot en nu zijn een aantal bankrekeningen zijn, zeg maar, verwijderd. Dus het is zo dat jouw bankrekening is nu, zeg maar, kwijt en hebben we niet meer en al het geld daarop is ook weg. Oké. Dus u zou eigenlijk een nieuwe rekening aan moeten krijgen en we zouden in het systeem heel misschien kunnen kijken hoeveel geld er nog op jouw rekening stond, zodat u, zeg maar, een nieuwe rekening kunt aanvragen en dan... 21 euro. Ja, ja dan zullen we dat nog even nakijken en dan zou je een nieuw. En, maar wanneer was het gebeurd? Heeft ze opgehangen? Ja? Heeft ze opgehangen? Heeft gewoon opgehangen, wacht ik ben even. What the fuck? Zeg dan dat hier. Oké, jongens, we gaan terugbellen. Hè? Zal ik nog steeds blijven prank of zeg ik gewoon dat het een prank was? Nee, ze gaat niet meer opnemen. Dan bel ik ook. Straks belt ze de moeder. Ze heeft. What the fuck? Ze neemt niet meer op. Hey. Oh nee, als ze niet normaal gaat bellen. No, als ze niet normaal gaat bellen. Ik ga normaal bellen en dan begin weer, weet je wat je met die Giro. En dan zeg ik, ja, de Giro was een prank. Ja, is goed. Doe jij. Nee, maar serieus, kan die normaal bellen? Oh shit. Okay. Beter belt iemand. Beter SMS. Ja, ik ben al bezig. Oké. Niet snel, de telefoon film. Niet de telefoon film. Echt hard, joh. Heeft iemand het nummer van Jeff, want ze is sowieso bij Jeff. Ja. Yo. Was een prank, joh. Het was een prank al van PretTV. Oh, is ze boos? Ja, sowieso. Tuurlijk is ze boos. Tuurlijk is ze boos. Bel haar nog één keer. Jongen. Oh, ze is boos. Ze is gewoon boos. Oh, ze is fucking boos. Ja, tuurlijk. Maar weet je hoe echt het leek? Ze was er wel zo. Ze was er zo in, jongen. Het was wel echt fucking hard. Ze was er zo in. Die stem die ik deed, vond ik wel goeie. Ja, jij deed fucking goed. Ik denk dat ze niet meer opneemt. Ik denk het ook niet, man. Ze is pissig, jongen. Oh, ze is echt dat wordt niet meer chillen, geloof ik. No. Oh, ja. Ze neemt meer op. Oh my god, no. Kom, en nu gaan we naar de wifi. Het is wel goed. We hebben er wel geprankt. Het is wel goed geprankt. Nice, man. Maar ze trapt er maar 2 ogen in. Ja! Oh nee, want ze is aan 1 ogen. Nou mensen, vet dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog voor deze vette prank. Mijn pas is geblokkeerd! Wat moeten ze doen? Mijn pas is geblokkeerd. Quebec. Mijn pas is geblokkeerd. Nou, ze moeten gaan poepen in een oude schoen. Oké. Daarna... Nog een keer doen. Oké, mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. En stuur het naar 3 mensen. En dan zie ik jullie weer. Later. Oké, pak de camera.